allemaal, leuk dat jullie kijken naar Fem. En ik ga het vandaag met jullie hebben over mijn favoriete kledingwinkels. En ja, het is echt heel erg vaak aangevraagd. Dus ik dacht, ja, laat ik het daar maar gewoon over hebben. Alvast een disclaimer, de winkels die ik in deze video noem, die, daar winkel ik zelf gewoon. En ik geef eerlijk toe, dat zijn vooral bij de iets grotere ketens. Als je mij al wat meer volgt via mijn blog en YouTube, dan zal je misschien wel weten dat ik daar winkel en ken je ze misschien al. Maar deze video is vooral voor meiden die zoiets hebben van ja, waar moet ik winkelen, welke winkels zijn leuk, welke zijn aan te raden, die het nog niet weten. Natuurlijk dat er iets tussen zit voor jou, waar je denkt van hé, dat ken ik nog niet. Maar voor hetzelfde geld ken je het al, maar winkelen bij dezelfde winkel, superleuk natuurlijk. Maar ja, hou er even rekening mee, het spijt me heel erg als je het al kent. Ik hoop het niet natuurlijk, maar ja, ik hoop dat je het wel begrijpt als dat wel het geval is. Ik begin gewoon eigenlijk gelijk met mijn favoriete winkel en dat is Topshop. En dat heb ik echt al heel erg vaak gezegd. Maar ik vind Topshop gewoon echt heel erg leuk. En Topshop is nog niet in Nederland. Die, ja, alleen hebben ze een heel klein filiaal in de Bijenkorf in Amsterdam. Maar het is echt zo'n shop-in-shop. Het is echt zo'n hele kleine, weet je wel. Ze hebben niet heel erg veel. Maar er komt er wel een binnenkort. Ze zijn bezig in Amsterdam, uiteraard Amsterdam. Zijn ze bezig met het bouwen van een Topshop. Volgens mij is het in de buurt van de Kalverstraat. Ik durf het niet 100% zeker te zeggen. Maar die komt ongeveer begin 2015. En oh, ik kan er echt niet op wachten. Ik vind Topshop echt onwijs leuk. Het is wel ja, iets duurder dan de H&M. Dat geef ik eerlijk toe. Maar ja, het is niet de designerprijs of zo. Het is nog wel, ja, nog wel heel erg leuk. Wat ik zelf tenminste met Topshop heb, is als ik daar iets koop, dat ik daar gewoon echt ja, heel erg blij mee ben. Dat ik er echt plezier van heb. En vooral de high-waist broeken daar. Oh, die zijn zo fijn. Ik heb sowieso van mezelf niet heel lange benen. Maar vooral de moto jeans daar. Zo noemen ze die. Ja, zijn heel erg fijn. Ook omdat ze zeg maar petit hebben. Dus voor kleinere mensen, kleinere benen. Ja, die komen bij mij echt precies tot mijn enkels. En oh, geweldig. Een andere winkel die ik heel erg leuk vind, is New Look. En ja, ik weet niet. In het begin vroeger vond ik New Look niet super. Maar langzamerhand begon ik het steeds leuker te vinden. Ze zitten in best wel veel V&D-filialen. Ook een shop-in-shop. Maar in Rotterdam heb je echt een hele grote New Look. Het is echt wel breed wat ze daar hebben. Een beetje bohemian-achtig, meisje-achtig, chic, classy. New Look is trouwens ook goed betaalbaar. Het is goedkoper dan op de Topshop. Iets duurder dan H&M. Het zit daar echt een beetje tussenin. De derde winkel waar ik heel graag shop is River Island. En River Island, ja, lijkt ook wel wat op New Look. Ook een beetje hetzelfde soort iets. Een beetje dezelfde prijs. En volgens mij is dat nog niet heel erg lang in Nederland. Ik weet alleen dat ze het hebben in Rotterdam en Amsterdam. Oh jongens, alle winkels die ik leuk vind zijn niet in elke stad te vinden of zo. Maar nou ja, dat is juist wel leuk, weet je wel. Want als je echt leuke winkels wilt, dan moet je er gewoon een beetje voor zoeken. De volgende winkel waar ik ook heel graag winkel is Subdued en Brandy Melville. Ik zet ze gewoon even bij elkaar, want ik vind dat twee winkels heel erg op elkaar lijken. Subdued is nog wel echt nieuw. Ik hoor er heel weinig mensen over. En dat vind ik echt heel erg leuk. Alsof heel veel mensen het nog niet kennen. Het is echt een beetje een Brandy Melville stijl. Volgens mij komt het ook uit Italië. Ik weet niet waar Brandy Melville precies vandaan komt, maar het heeft wel een beetje die Italiaanse stijl. Ja, dit is toch wel echt iets anders dan New Look en H&M. Dit is echt veel meer zomer, zo'n beetje die zomerstijl en ik zou bijna zeggen meer hipsterstijl. Is dat het goede woord? Maar ja, weet je, als ik het woord zeg, krijg ik het waarschijnlijk wel. Echt van die crop tops, van die high-waisted shortjes, best wel veel kant, beetje bohemian-achtig, skaterskirts. Ja, ik vind het zelf echt heel erg leuk. Brandy Melville is, ja, wel wat duurder dan voor H&M. Wat ik trouwens ook heel erg opvallend vind aan Brandy Melville is dat bijna alles one size is. Dus je hebt geen small, je hebt geen medium, je hebt geen large. En de items zijn echt van heel erg stretch stof. Dus echt heel erg stretchy. Het zit persoonlijk heel erg lekker. Ja, het is gewoon echt een beetje testen waar ze proberen waard. En het is ook echt een hele leuke winkel. Subdued trouwens ook, maar ze lijken echt heel erg op elkaar. Uiteraard vind ik H&M natuurlijk super leuk. En weet je, deze kennen jullie allemaal wel. Daar hoef ik niet altijd veel op in te gaan. Maar ja, het blijft gewoon echt een van mijn favoriete winkels. Ook een hele leuke winkel. Die zit in Negenstraatjes. Negenstraatjes is een gebied in Amsterdam. Ik weet best wel veel winkels die ik noem zitten in Amsterdam. Maar naar mij vraagt is Amsterdam gewoon echt de allerleukste stad om te winkelen. Negenstraatjes is een gebied in Amsterdam waar echt heel veel boutiques zitten. Kleinere winkeltjes. En dan kan je ook heel erg leuk winkelen. Het zit in de Jordaan. Als je bij de Kalverstraat kon je echt wel naar het Negenstraatje lopen. Dat is niet heel erg ver. Negenstraatje moet je zoeken naar We Are Labels. En We Are Labels is ook echt een hele leuke winkel. We Are Labels verkoopt ook allemaal andere merken onder zich. En de prijzen verschillen daar nog een beetje. Maar het is geen hele grote winkel. Er zitten volgens mij twee We Are Labels in Negenstraatjes. Niet heel ver van elkaar af.
Maar het is ook echt een hele leuke rug. Ik heb ze ook echt hele leuke dingen. Dus dan moet je ook een keer kijken. Oké, nu we toch in het gebied van Negenstraatje zitten. Mocht je ooit naar Amsterdam gaan. Oh, een huisje. Mocht je ooit naar Amsterdam gaan, alsjeblieft ga naar Episode en Zipper. Episode en Zipper zijn twee vintage winkels. Dus echt vintage items van andere mensen van vroeger. Ja, misschien vind je het vies. Ik vind het zelf aan de ene kant op zich best wel vet natuurlijk. Ik moet heel eerlijk toegeven. Episode bijvoorbeeld is wel echt overpriced. Echt. Oh. Maar het is wel echt, ja, weet je, soms moet je daar echt goed speuren voor een leuk item. Maar dan kan je echt iets superleuks vinden. En gewoon het vintage gevoel, ja, misschien hou je ervan. Misschien ook weer niet. Ik vind het zelf in ieder geval super vet. Ook echt de moeite waard. En ook als je die winkel inloopt, echt zo'n hele muffe geur. Het is best wel bijzonder om een keer mee te maken. Dus kan je wel een keer langs gaan. Als je toch langs Via Nevels in de Negenstraatjes gaat, dan kan je daar ook even langs. Uiteraard Mango, Poerenbeer en Bershka. Die zitten ook op heel veel plaatsen, net als H&M. Beetje, ja, ze lijken allemaal een beetje op H&M en hebben ook een beetje dezelfde prijs. Mango misschien iets duurder, maar het scheelt ook niet veel. En ik denk dat veel van jullie ook kennen, dus ik ga er wel niet al te veel op in. Maar die zitten ook echt op heel veel plekken in Nederland. Dus gewoon even wat bij jou aan de beurs kijken. Dit zijn eigenlijk mijn favoriete winkels. En het spijt me als je al kent. Maar ik hoop toch dat er voor sommigen nog wel wat, ja, dingen tussen zitten. Van denk van, oh hey, dat ken ik helemaal niet. Superleuk, ga eens een keer een kijkje nemen. Ik zal in de beschrijving hieronder ook nog wel alle linkjes naar de website van de kledingwinkels neerzetten. Zodat je dat kan zien. Het zijn namelijk ook echt wel grotere ketens. Want ik denk, ja, als ik allemaal hele kleine boutiques ga noemen, dan ga ik allemaal kleine boutiques noemen in Den Haag of zo. En iedereen in Groningen kan daar dan niet heen. Want ja, die komt er bijna nooit. Dus ik dacht van nee, dat is niet leuk. Gewoon, ik doe een beetje grote keten, zodat iedereen misschien nog wel een beetje ergens kan kijken. Ik ben echt heel benieuwd naar jullie favoriete winkels en welke winkel jij echt aanraadt om te winkelen. Laat het beneden achter in de reacties. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je video leuk vond. Dus abonneer op Fem natuurlijk. En dan zie ik jullie snel weer. Bedankt voor het kijken. Doei! Hoi! Leuk dat jullie weer kijken naar Fem. En vandaag hebben we de allereerste gast voor jullie. En het is Rutger van Veurtje.